In de kletterende regen en op het kunstgras van de Hertgang ontving PSV C2 SV Houten C1. En de eerste kans is voor Koen Oostenbrink. Die wordt opzij gezet, maar was dus dicht bij de openingstreffer na de voorzet van Davy van den Berg. PSV C2 blijft wel de aanval zoeken. Lichte overtreding en een vrije trap voor Joop Daniels. En de man achter de bal is zometeen Davy van den Berg met rug nummer 10. En plaatst hem in de bovenhoek, in de verre hoek. En zo leidt PSV C2 tegen SV Houten C1. Prachtig doelpunt van Davy van den Berg. Keeper komt er niet bij. En de voorsprong is volledig in het beeld van de wedstrijd. Daverveld met de voorzet. En een kopkans voor Sam van den Broek. Daar had misschien meer in gezeten. Goeie aanval dus weer. Goeie mogelijkheid vooral. Verhoeven stuurt Bens in de diepte. Kapt goed naar binnen. Twee tegenstanders op het verkeerde been. En van den Berg die uiteindelijk na een prima combinatie met van den Broek in de handen van de doelman schiet. Goeie aanval van de ploeg van Mart van Duren. In de tweede helft dan SV Houten dat een hoekschop verdient. En zo een van de spaarzame momenten creëert voor de goal van PSV. Hoekschop genomen en daar redt uiteindelijk Van Dorp de doelman. In twee keer, maar dat maakt niet uit. De nul is ook bij PSV C2 heilig. En in die tweede helft Houten ietsje brutaler. Goeie kans, goede redding ook weer van Kian van Dorp. Vrijwel uit de tegenaanval. Nieuwe mogelijkheid voor PSV. Evenepoel draait goed naar binnen, haalt uit. En prachtig de 2-0. Hele goede uitbraak van PSV C2. Met zijn rechterbeen Remco Evenepoel. En de eindstand bij PSV C2 SV Houten C1 is 2-0.